ijsbaan in Nederhemert ligt er verlaten bij. Oranje Vereniging Oranje Trouw organiseert de eerste vrijdag van juni traditioneel haar truckpooling in het kader van de feestweek. Dit jaar niet. Dit jaar zit voorzitter Gerrit Robbermond thuis. Truckpooling Nederhemert 2020. Nee dus. Corona gooit roet in het eten. Echter, volgend jaar nieuwe kansen, nieuwe rondes. Maar wennen is het wel. Een feestweek als Oranje Vereniging in Nederhemert is al 12 jaar, dit zou het 13e jaar zijn, gerelateerd aan truckpooling. Al 7 jaar doen we truckshow erbij. Maar dat niet alleen, we hebben ook nog een kindermiddag, een ouderenmiddag, een kienavond, een toertocht voor oldtimers, oldtimer auto's, oudere tractoren, al die festiviteiten dus niet dit jaar. En het mooie van het niet doen is wel dat je het toch mist. Als vereniging, als bestuur zijnde, maar ook als gemeenschap in Nederhemert. Heel veel mensen spreken de laatste dagen van, wat stil, wat is het stil? Nou, nu zou je bezig zijn. Het mooie weer van vorige week met de truckshow, ja, hebben we niet. Vandaag, met de regen, hadden we de baan wel ondergedekt. Hoefden we de baan dus niet onder te dekken. Dat zijn allemaal de reacties uit het publiek, uit onze vrijwilligers. Maar we gaan er volgend jaar een feestje van maken. In de zin van een feestje dat we hopen dat we dan gewoon truckpooling, truckshow en al die andere festiviteiten als vereniging toch kunnen organiseren. Dat hoort er allemaal bij. En ja, nu moeten we ons wijntje thuis drinken en dat lukt ons ook. En dat laten we dan van dit jaar dan maar als voldoening beschouwen.